Oké, hier ligt alles dus. Het is echt veel. Ik heb vooral heel veel maskers hier liggen. Dat is echt waar deze video voornamelijk uit gaat bestaan. Maskers, treatments, dingetjes, poriestrips, cucumber dingetjes, van alles. En ook heel veel starskin, dus laat ik daar maar mee beginnen. Deze heb ik een tijdje geleden nog gekregen. Dit is het calming mask. Dus dit is echt meer even een diep reinigend masker, pore refining. Echt een beetje voor de breakouts, zeg maar. Ik heb hier ook nog een foaming peeling perfection puff. En ik twijfel erover om hier een artikel over te schrijven op een video. Dus ik wil het sowieso nog gebruiken. Laat me even weten wat je liever hebt, artikel of filmpje hierover. Dan heb ik hier nog een handmasker. Hetzelfde verhaal, video of artikel. Ik heb hier ook nog een voetmasker. Nou, dat vind ik wel een beetje goor op film en op video. Dus ik denk dat ik dit gewoon lekker voor mezelf bewaar. Ik heb het niet zo op voeten, maar goed, ja, verschillen zijn er. En deze heb ik zelf gekocht. Dit is de Eye Catcher Soothing by Bio Silos Second Skin Eye Mask. En ik ben heel erg gek op eye masks. Dus laat maar weten, video's of artikels. En of course bewaar ik deze, want deze zijn gewoon heel erg fijn. Over oogmaskers gesproken. Ik heb hier nog eentje van Shiseido. Ik heb ooit een keertje ergens bij gekregen. En deze heb ik toen nog een keer gekregen. Dit vind ik altijd heel erg fijn. Ik gebruik dit het liefst bij feestjes of zo. Dus deze bewaar ik gewoon lekker voor een feestje eventueel. En dan heb ik hier nog een pakje met maskers. Dit is van het merk Davines. Ik heb gekregen op mijn stage. Eigenlijk heb ik ze nog nooit gebruikt. Maar toen kreeg ik die Starskin maskertje, zeg maar. Je hebt een revitalizing mask. Je hebt een moisturizing mask. En je hebt een soothing mask. Dus eigenlijk is het misschien wel leuk om hier nog een artikel over te schrijven. Zo. Even kijken of je het makkelijk kan kopen of het nog te kopen is. Want de kleurtjes en zo passen ook wel leuk bij Shark Academy. Lila en zo. Dus ja, het zou wel tof zijn als, als ik hier wat leuks mee kan maken. Ik ga even googlen of ik hier nog wat over kan vinden. En mocht dat zo zijn, dan kan je hier nog een artikel mee verwachten. Even kijken, dan hebben we hier nog wat tubes. Dan heb ik hier verder nog wat tubes. Dit zijn ook allemaal maskers. Sorry, maar ik heb ook echt heel veel maskers. Dat weet ik ook. Maar ik ben gewoon echt een maskermeisje. Even kijken. Nou, ik begin maar gewoon zo. Ik heb er hier twee van Freeman. Deze hebben jullie in de afgelopen Get Ready With Me kunnen zien van mijn verjaardag. En deze heb ik al heel veel gebruikt. Dit is een peel-off masker. Dit zijn serieus echt super cheap-ass maskers. En zoals jullie kunnen zien heb ik ook wel iets op high-end maskers. Vooral kliniek vind ik erg fijn. Maar probeer een van deze twee. Want ze zijn echt soms 2,50 of zo bij het kruidvat. En ik moet zeggen, ze zijn niet verkeerd. Zometeen komt er een masker voorbij wat ik momenteel heel erg fijn vind. Dat is helaas niet een van deze twee. Maar ze zijn super fijn en ze kosten niet veel. Dus probeer ze een keertje. Dit is namelijk mijn favoriete masker op het moment. Ik heb echt een paar breakouts de laatste tijd. Van ja, soms iets van chocola en soms een beetje stress. En dan is dit masker na al die jaren, tenminste al die jaren, ik heb hem al een jaartje denk ik, nog steeds heel erg fijn. Het Tea Tree masker van The Body Shop. Dit masker is heel erg heftig. Het is echt best wel een prikkend masker. Het ruikt ook heel sterk. Maar ja, Tea Tree werkt gewoon echt super goed. En het is echt gewoon super goed. En deze wil ik daarom ook echt nog een keer opnieuw kopen. Dit is echt de ultieme aanrader voor puistjes. Zie je dit? Heb je puistjes? Deze halen. Echt waar, ik zweer erbij. Dan heb ik hier nog een masker van de Vitamine E-lijn. Dit is met Vitamine E-lijn? Nee, van de Body Shop. Dit is de Vitamine E-lijn. Dit is echt zo'n blurry masker. Voornamelijk echt bedoeld voor echt droge huid. Nou, momenteel heb ik daar geen last van, dus dan gebruik ik hem niet. Maar dit is meer bijvoorbeeld iets wat ik met vriendinnen of zo wel eens gebruik. Of ja, als ik even een droog bekje heb, dan vind ik deze erg fijn. Ik moet zeggen, die maskers van die Body Shop, not bad, not bad. Want ik vind ze allebei best wel fijn, maar die Tea Tree krijgt wel de voorkeur. Ik zie dat ik hier ook nog wat proefjes heb liggen. Dit zijn volgens mij allemaal Glam Glow maskertjes. Ah oh nee, ik heb hier nog een Pore Dermabrasion van Dr. Brent. Wat een naam. Dermabrasion. Sand Pores to the Shrink. Dit is volgens mij een masker. Deep Cleansing Pores. Ja, ik vind Dr. Brent best wel fijn, dus deze wil ik graag bewaren. Volgens mij is dit verder allemaal Glam Glow. Oh, ik heb hier nog een Logitech dingetje. Ultra Rich Face Cream. Nou, dat is bijvoorbeeld handig voor in de mini bakjes.
Dit schijnt trouwens ook wel maskertjes die ik makkelijk meeneem op vakantie. Dus die bewaar ik het liefst ook. Dit zijn er 4. Oh, by the way, mocht je afvragen waar die pleister vandaan is. Ik heb mijn nagel leeggescheurd. Mocht je dat nog afvragen. Ik heb er hier 4. Dit is het... dit is de hydrating volgens mij. Ja, hydrating mask. Youngt mask. En de super matte. De witte vind ik persoonlijk altijd het fijnst. En die zwarte zijn best wel ja, heftig. Maar ik moet zeggen dat ze nog steeds best wel fijn zijn. Dus dit voor handige zakjes vind ik ook fijn om gewoon te bewaren. Ik zie dat ik hier nog een sisley maskertje heb. Black Rose Cream Mask. Instant Young Soothing Plumping Brightening. Nou, ik heb niet echt een oud Becky of zo. Maar proberen ze altijd leuk. Dus ik bewaar deze ook. Ik zie dat ik hier nog een scrub heb van Collistar. De Vango Scrub. SOS Zone Creech. Reshaping Mud Scrub. Oh, dat is een Mud Scrub. Oh, dat is wel lekker. Mud Scrub. Voor onder de douche. Nou, die wil ik ook wel graag bewaren. Misschien dat ik hem toch een keer moet openmaken. Oh ja, dit spulletje van Co. Dat heb ik toen echt heel veel gebruikt. Maar er zit echt amper nog wat in. Het is een soort van handpeeling-achtig spul. Oh, het is wel helemaal hard geworden. Oh, dit is niet goed meer hoor. Hoe duur het ook is, het is niet goed meer. Het gaat weg. Dan heb ik hier dit rare ding. En deze heb ik voor mij bij de primer gekocht. Kijk, je doet zeg maar je vinger erin. En dan kan je zeg maar met deze stekeltjes kan je zeg maar je gezicht ja, wassen. En het is zeg maar bedoeld om ja, zeg maar een soort van Clarisonic dupe. En dan vrij cheap. Maar ja, ik vind het helemaal niks. Ik heb het 1 keer gebruikt. En er zitten rare bolletjes hier. Ja, ik vind het niks. Dus deze gaat weg. Even kijken. Beschermende handcreme van Impulse. Kijken of deze nog goed is. Hoe heb ik deze nog nooit gebruikt? Ja, die is nog prima. Dat is mooi, want ik heb op die Nivea crème na die ik momenteel in gebruik heb, geen handcrème meer. Dus dit is dan een backup. Dat is mooi. Een keer mentholpoeder. En dit gebruikte ik vroeger altijd om mijn snor, zeg maar, niet open met zoveel poeder graag. Ja. Dit gebruikte ik vroeger altijd om, zeg maar, mijn hars van mijn gezicht af te... Dat gebruikte ik vroeger zeg maar altijd om de hars van mijn gezicht af te halen. Zodat mijn snor ging harsen. Maar nu gebruik ik daar olie voor. Dus maar, dit is altijd handig om zeg maar in huis te hebben. Want het is ook echt maar voor andere dingetjes. Dus deze laat ik gewoon lekker in het kastje liggen. Dan heb ik hier de Lush Angels on Bare Skin. En dit is een gezichtsreiniger. Ik wil ook niet weten hoe dit eruit ziet. Want het is natuurlijk allemaal natuurlijk. Dus ja, dan krijg je best wel een beetje dit soort... Ja, ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Het is heel dik. Het ruikt naar koekjesdeeg, moet ik eerlijk zeggen. Gemalen amandelen moet het naar ruiken. Maar het is heel dik. Het smeert niet lekker. En ja, ik ben er gewoon geen fan van. Dus ja, hoe fijn dit ook is, want dat hoor ik altijd heel veel mensen zeggen. Ik ga dit aan iemand anders geven, want dit is gewoon niet mijn ding. Sorry. Heb ik hier nog een masker? Nou, ik denk niet dat je een beauty expert hoeft om dit te weten. Dit is gewoon echt een... Freaking lekker masker. Die heb ik volgens mij ooit een keer bij de Afro-winkel gekocht. Kan ik me herinneren. Ja. Dus het is best wel een hard masker moet ik eerlijk zeggen. Misschien ook omdat die koud bewaard wordt. Maar dit is zeg maar een beetje kleur. De mut-achtig. Ja, mut, het is echt een mutmask. En het helps dry up acne pimples. En rinds away blackheads en pores. Hij ruikt heel sterk naar mint, dus dat is wel heel erg lekker. Maar heel eerlijk vind ik mijn tea tree masker momenteel wel iets fijner. Dus, maar goed, ik wil deze sowieso bewaren, want dit is gewoon het masker. En hij is nog steeds heel erg fijn. Dus ja, mint julep mask. Mocht je een keer in een Afro-winkel komen of een toko, of je mocht naar Amerika gaan en dit masker zien, try it. It's heaven. Heb ik hier nog een OPI Coconut Melon Hand and Body Lotion. Ik vind het dopje er alleen wel een beetje goor uitzien. Oh, Char, wat doe je toch met je spullen? Ik weet niet of dit nou nog zo goed is. Ik durf het niet te gebruiken. Deze gaat weg. Ziet er heel leuk uit, maar nee, ik durf het niet. Sorry. Maar heb ik hem nog niet eens gebruikt, zo te zien. Nou, een beetje. Nee, ik durf het niet aan. Sorry. Dan hebben we hier homeopathisch geneesmiddel bij insectensteken. Prik weg. Ja, voor degenen die dat nog niet weten, muggen zijn dol op mij. Zit hier nog wat in? Ja. Dit is gewoon prik weg. Dat ligt dan in mijn kastje. Ik snap alleen niet waarom het bij de maskers ligt. Maar goed, dit is zeg maar, ja, gewoon prik weg. Het is niks bijzonders. Gewoon bewaren.
Hier nog een Anatomicals Farewell to Scarlet Pimple Hail Deep Cleansing Mud Mask. We only want you for your body. Oké. Nou, nog een keer proberen dan maar, denk ik. En hier heb ik het Good Skin Labs. Oh, die heb ik zelfs dubbel. Oh, dat zal wel een keer met een vriendin geweest zijn of zo. Dat is heel vaak. Dan wil zij het zeg maar niet hebben en dan krijg ik het. Waardoor ik vervolgens met twee van dezelfde dingen thuis zit. De Good Skin Labs Circle Plex Dark Circle Specialist for Eyes. En dan heb je zomaar de Day and the Night versie. Dit is ook wel handig voor bij Jan. En dan heb ik hier nog twee van Clinique Maskers. Skin Calming Moisture Mask en Deep Cleansing Energy Emergency Mask. Sorry. Die heb ik nog niet zoveel gebruikt. Deze is echt nog best wel vol. Deze heb ik een hele tijd heel veel gebruikt. Want ja, die emergency had ik af en toe misschien wel nodig. Volgens mij, dat heb ik een keer van mijn moeder gehoord, want ik heb deze echt al een hele tijd. Zijn deze niet meer te kopen? Ik weet het niet zeker. Maar ik dacht alleen deze nog, die skin. Die deep emergency volgens mij niet meer. Ik zal het wel even hieronder neerzetten. Maar ik vind Clinique sowieso een heel fijn merk. En de maskers vind ik ook wel heel fijn, moet ik zeggen. Oké, ik heb hier nog twee dingetjes. Nou, allereerst deze. De Womanity Body Lotion van Thierry Mugler van de Geur. Ja, super toffe verpakking. Die dop vind ik heel tof met zo'n gezicht. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ja, een beetje. En ik denk dat deze gewoon letterlijk nog nooit gebruikt is. Is heel goed. Oh ja, smeert prima. Maar goed, dit is natuurlijk niet het bordelootje laadje. Dus deze gaat een kassie omhoog. Of deze gaat een plankie, twee plankjes omhoog om precies te zijn. Dus die gaat lekker daarheen. Ik vind die geur nog steeds heel erg lekker. Maar ik heb hem nooit gehad als parfum. Wel als bordelootje dus. En als laatste zie ik hier Aften Gel. Ja, ik heb dat niet heel vaak, moet ik zeggen, van die Aften in mijn mond. Maar ik heb het ooit een keer gehad, dus toen heb ik dit gekocht. Dus ja, ik zou het eigenlijk gewoon beneden in de medicijnkast moeten leggen. Want ja, prik weg bijvoorbeeld, dat gebruik ik wel vaker. Maar dit soort dingen eigenlijk nooit. Dus ik denk dat ik deze gewoon beneden bij ons het medicijnkastje ga leggen. Want ja, dit gebruik ik gewoon niet veel. En het was dan weer leeg. Het valt eigenlijk best wel mee dus hoeveel het is. Maar het lijkt gewoon even omdat het veel kleine dingetjes zijn. Dus ik ga je nu gewoon even laten zien wat ik weg ga doen en wat ik ga houden. Dit zijn de twee dingetjes die ik ga weggeven. Dat is dus dit, ja, schoonmaakdingetje. Face cleanser noem ik het maar. Van Primark dus. Misschien dat ik hier iemand anders blij mee kan maken. Maar ik heb er niet zoveel mee. En deze handcreme, het prijsje staat er zelfs nog op. Volgens mij was die van de H&M. Dus deze twee dingetjes ga ik weggeven. Deze dingen ga ik weggooien. Simpelweg omdat ze of leeg zijn of niet meer goed zijn. Dat masker, ik schrik er echt van. Ik schrik er echt van hoe dat erbij ligt. Ik zeg het eerlijk, want ik heb nog nooit van mijn leven zoiets vies gezien. Dus die gaat nu meteen gelijk de prullenbak in. En dit allemaal, want dit is gewoon leeg en open geweest. En ja, weg ermee. Dit zijn spulletjes die ik ga bewaren. Het lijkt heel erg veel, maar het valt eigenlijk wel mee. Want het zijn voornamelijk, ja, dit bijvoorbeeld is al best wel veel ruimte. Dit zijn wat maskers. Ja, eigenlijk is het voornamelijk gewoon maskers en treatment dingetjes. Kleine minietjes. Dus het lijkt misschien veel, maar toch wil ik het gewoon lekker bewaren. Nogmaals, deze Starskin maskertjes dus wat je wil, artikel of video. Dat hoor ik heel erg graag van jullie.